opluchting bij de Graafschap, want door de late gelijkmaker in Helmond blijft de ploeg een hele slechte start van de competitie nog enigszins bespaard. Ja, en dik verdiend. Het punt van zorg is ook die kansen benutten. We creëerden veel en dan ben je uiteindelijk wel opgelucht dat hij nog valt ook. Ja, klopt. Een belangrijke rol is weggelegd voor invaller Tim Bakens. Hij neemt direct het voortouw bij de Graafschap. Ja, nou ja, dat is ook de bedoeling eigenlijk. Dat je toch probeert de lijnen uit te zetten. En je merkt wel dat we hebben een jonge groep. En eigenlijk zit er heel veel onzekerheid in. En dan is het eigenlijk het meest makkelijk om dat met communicatie proberen weg te nemen. Ondertussen speelt nog altijd de affaire Anko Jansen. De speler meldde zich ziek, maar blijkt helemaal niet echt ziek te zijn. Hij is uit op een transfer. De kwestie ligt nogal gevoelig. We hebben het vandaag niet over Anko. En na het weekend gaan we over andere zaken weer nadenken. Maar het is toch wel een rare situatie. Ja, het is jammer, vooral voor de jongen zelf. Maar ja, de start 4-3, dat houdt niet over, hè, voor een kampioenskandidaat. Nee, nou ja, goed, kijk, laat ik het zo zeggen, ik ben het er niet mee eens dat we kampioenskandidaat zijn. Want daarvoor zijn we gewoon op dit moment nog niet goed genoeg.